Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft vanmorgen een overeenkomst getekend met het bedrijf SDS Agriculture and Industrial Farm. Het bedrijf mag na de selectieprocedure runderen importeren. LVV-minister Pralaat Seudin liet weten dat dit project van belang is omdat Suriname een tekort heeft aan melkkoeien. De eerste koeien, een aantal van 400, worden eind dit jaar verwacht. Deze bezending moet de melkproductie in Suriname op kort termijn een boost geven. Omdat melk alleen maar schaarser wordt op de wereld. En u weet, driekwart van onze behoefte is import. Lokaal wordt alleen maar een kwart geproduceerd. En dat willen wij nu een boost geven. Er wordt lokaal een kwart geproduceerd met de komst aan deze koeien. Hoeveel gaan we nu produceren? We gaan daarin om. We streven dan om onze volle behoefte daarmee te dekken. En waar zullen ze worden ondergebracht? Eerst gaan ze in de quarantaine. Dat is op een overheidsquarantaine, de Dirk Soap Saramaka. Welke nu klaargemaakt wordt. En daarna, na een paar weken, als de koeien allemaal goed bevonden zijn, dan kunnen ze richting de boeren. We beginnen eerst met die boeren die reeds leveren aan melkcentrale. En als wij hun voorzien hebben, pas daarna gaan we naar andere boeren, nieuwe boeren voor ons dan. En ze kunnen zich registreren bij directoraat Veeteelt, hier aan de Lichtjefvisserlaan of een directie van melkcentrale. De koeien zullen tegen de kostprijs ter verkoop worden aangeboden. Geïnteresseerden kunnen via een betalingsregeling de koeien kopen. Paul Torilau, adviseur van SDS Agriculture and Industrial Farm, zegt dat naast koeien ook schapen en geiten geïmporteerd zullen worden. Het project moest feitelijk in januari van start gaan. Echter worden de eerste runderen door vertraging pas in december verwacht. Torilau legt uit in hoeveel groepen de runderen zullen worden geïmporteerd. 2023, 1500 stuks melkkoeien. Er zouden 1000 stuk schapen en geiten binnenkomen. In 2024 hebben we schapen en geiten 1000 stuks. En in 2025 1000 stuks schapen en geiten. En dan heb je daarnaast nog wat andere. Dus het schema zou zijn, kijk, januari. Dus, maar we zijn behoorlijk achter. Dus vandaar, we zijn 6 maanden eigenlijk achter op het project. Als ik dus uitga vanaf de ondertekeningsdatum vandaag. Dus we gaan het in kavels moeten brengen. En het is niet iets, het is levend. Het is livestock, zoals we het noemen. Dus die kan je niet in een container gaan stoppen en zo. Je gaat het in een speciale boot moeten brengen. Dat noemen we een cattle carrier. Het project heeft een duur van 3 jaren, kost 10 miljoen Amerikaanse dollar en zal worden gefinancierd uit de staatsbegroting van 2023 en uit de begrotingen van de komende 2 dienstjaren.